Hallo daar, mijn naam is Anne Schuurman en ik ben een van de twee geboren Schuurman en dit is ons YouTube kanaal. En wat ik hier voor me heb staan is een spel vrij vertaald Sternoorlog, Ridders van de Oude Republiek deel 2, de Heren van de Zit. Als je het zo opnoemt lijkt een boek geschreven door een of andere oude vent in de middeleeuwen, maar nee, dat is niet zo. Het is een van de beste RPG's ooit uitgebracht en wat mij betreft ook een van de beste Star Wars games ooit gemaakt. Ontwikkeld door LucasArts en Obsidian Entertainment. En die laatste Obsidian Entertainment kun je kennen van Neverwinter Nights 2 en Fallout New Vegas. Er zijn echt gasten die weten wat ze doen en dat hebben ze ook laten zien in dit spel. Goed, we gaan maar gewoon beginnen meteen met een nieuw game. Daar zal ik ondertussen even kort over uitleggen. Dit is echt een rollenspel puur zang. Het gaat hier echt om de beslissingen die je maakt als speler en hoe jij je karakter en je groep ontwikkelt en niet zozeer het vechten aan zich, hoewel het natuurlijk wel een onderdeel daarvan is. Je hebt een aantal klassen waar je uit kan kiezen. Ik kies in dit geval voor de Jedi Sentinel, want die is het meest gebalanceerde en geeft mij de meeste mogelijkheden voor opties en het aanpassen van mijn karakter en mijn skillset. Dus die gaan we kiezen bij deze. Nou, dan beginnen we met het kiezen van een portret. Het is immers een rollenspel, dus dat hoort er nou een keer bij. Ja, keuze. Wat gaan we doen? Alleen hier al kun je heel veel tijd kwijt zijn, geloof me. Okay. Nee, het wordt toch deze, want die doet me denken aan Finn van de nieuwste Star Wars films. En Finn vond ik een leuk karakter, dus vandaar dat ik hem kies. Oké, goed. Oh nee, we gaan nog even terug, want ik wil eigenlijk mijn eigen karakter maken wat dat betreft. Nou, portret heb ik al, dat is die, dat is goed. Attributen, oké. Hier ga ik nu nog niet al te veel over uitleggen, want ik wil jullie eigenlijk meer meenemen in het verhaal aan zich. En niet zozeer de werking erachter, ik ga wel ondertussen ook uitleggen, of ja, op het moment als het te sprake komt uitleggen wat waarvoor voor staat. Ik moet even nadenken. Oké, die wil ik daar hebben. Ja, oké, ze werkt goed. Oh, wacht, dan ik wil het ook eigenlijk in repair hebben. Oké, dat is ook prima. Oké, even kijken. Dat geeft hij aan als following trait, toughness. Oké, en dan gaan we nog een naam bedenken voor het karakter. Oké, dat is een naam die ik altijd gebruik. Asurun Kyokai. Yes, oké, en dan gaan we beginnen met spelen. Oké, dit is je achtergrondverhaal. Daar begint het vaak altijd mee met dit soort intro teksten. Ja, dit is gewoon 100% Star Wars. Zoals het ook zou moeten.
Oké, het begint hier met een introductielevel. Dat ga ik niet spelen. Je mist ook heel weinig aan. Waar het in feite hier om neerkomt is dat je door het schip loopt, Ebonhawk. En je moet een aantal dingen uitvoeren maar, om het schip te redden en dat soort dingen. Maar het is eigenlijk meer bedoeld om je als speler bekend te maken met de besturing. Maar goed, ik heb het spel dusdanig veel gespeeld dat het voor mij niet meer nodig is. Het is voor jullie niet interessant om na te kijken, geloof me. Je mist daar niks aan. Dus dat kunnen we gewoon door skippen. Ja, skip. Oké, goed. Het enige wat je eigenlijk zou moeten weten van dat proloog stukje, van het introductiestukje, is op het laatst dat er een gemeen uitziende robot naar buiten komt. En die doet wat naars met T3. Maar meer hoef je ook niet te weten op dit moment. Oké, helemaal goed. Ik heb nu controle over mijn karakter. En zoals ik al zei, dit is een rollenspel. En ik wil jullie zoveel mogelijk meenemen. Ook met name in het verhaal op zich. Want dat is het leukste. Ik ga wel verklappen over hoe ik mijn karakter heb gebouwd. Ik heb hem zo gebouwd dat hij uitstekende verdedigingsmogelijkheden heeft. En ook goede mogelijkheden voor aanvallen met lichtzwaarden. Maar ook goed genoeg voor force powers, hè? Dus dat je bijvoorbeeld bliksemschichten of force scream en dat soort dingen kan doen. Oké. Oké. En hier hebben we een aantal logs in die kunnen handig zijn als je wilt weten hoe het verhaal gaat. En we gaan maar eens kijken. The carbon scoring on the vessel suggests it was in a battle, but no indication of who fired on it. Couldn't get much from the Nava computer. I'm surprised the ship was able to make it inside the Paragus asteroid field without the asteroid drift charts. Aside from the lone survivor, we recovered an old woman. No life signs. There was also a protocol droid and a utility droid on board. Sent both down to maintenance while security sorts through the other items on the ship. It looks like the utility droid, a T3 unit, was able to get the ship working enough to get to the colony. We're prepared to... Oké, nou dat is in feite dus ook wat er is gebeurd in dat proloogstukje wat ik heb overgeslagen. Ze leggen eruit van, oké, die T3 unit die heeft het schip gered. En heeft ervoor gezorgd dat de Ebonhawk, het schip waar je op ligt, veilig heeft kunnen landen op dit ruimtestation. Could be a Jedi, but we won't know for sure until we get the transmission back from the Republic. If the survivor is a Jedi, that would account for the recovery rate. But I'm more concerned that a Jedi here may cause trouble. Some of the miners, especially Korta, are already another accident today. A detonation in the ventilation tunnels. If the lockdown measures hadn't activated, the whole facility would have been destroyed. Got most of the injured to the Kolto tanks in time, but the rest had to go to the morgue. One of the wounded said a droid caused the accident, but we couldn't get any specifics. Miners about the Jedi. A number of the droids have been acting oddly, and not even memory wipes seem to be fixing the problem. There was a detonation in another one of the fuel vents the droids were working in. We deactivated several of them and moved them down to maintenance, but we're still treating the plasma burns. That cuts us down to almost half shifts, and with the droids malfunctioning, we may not make the Telos shipment for this month. Fortunately, the detonation didn't cause a lockdown. Warning, there has been a fuel detonation in the mining tunnels. Emergency lockdown commencing. All personnel report to quarters and prepare for emergency venting countermeasures. No, if the ventilation systems are malfunctioning, evacuate the medical bay. Everyone evacuate.
Oké, daar is duidelijk iets gebeurd. We hebben al iets meer informatie, maar nog niet voldoende om nou te begrijpen wie je bent en wat je hier doet. Oké, nou, even kijken. Oké, dit kan ik nog niet doen, want ik heb niet voldoende computerspikes om dat voor elkaar te krijgen. Even kijken. Wat ik wel kan doen is deze openen en ik weet niet of er een computerspike in zit. En ik moet ook de deur openen naar de morgue toe. Oké, dat is ook gelukt. Even kijken. Nee, dat is een medpack. En dit zijn chemicals. Even kijken. Nee. Ik kan nog geen computerspikes maken, dus dat houdt heel even op. Even kijken, heb ik hier nog alles gedaan wat ik kon doen? Ja, volgens mij wel. Oké, zoals ik al zei, dit is een spel wat heel zwaar leunt op dialoog. En zometeen ga ik mijn eerste dialoog krijgen en ook mijn eerste keuze die ik moet gaan maken. Find what you're looking for amongst the dead. Oké, je krijgt altijd een aantal keuzemogelijkheden en ik ga met optie 2. Your voice, I heard it in the float. As I float in the Colto tank. Yes, I had hoped as much. I slept here too long and could not awaken. It may be I reached out unconsciously, and your mind must have been a willing one. Or perhaps you have been trained for such things. Okay. I am Kreia, and I am your rescuer, as you are mine. Tell me, do you recall what happened? Your ship was attacked. You were the only survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Aanname, maar goed, we gaan maar even met haar mee in dit geval. Your stance, your walk, tells me you are a Jedi. Your walk is heavy. You carry something that weighs you down. So it would seem. Keep your past and let us focus on the now. Ja, waar zijn we eigenlijk? Ik heb geen idee. I do not know. I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in must still be in this place. We should recover it and leave. We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons and information, they will find us easy prey indeed. You may wish to extend your search to some clothes, if only for proper first impressions. Oké, nou heb ik ook de optie om mensen te overtuigen. En zoals je misschien hebt gezien, die had ik vrij hoog staan. Dus dat is ook de optie die ik nou ga proberen te doen. I do not know. Okay. Why did they spare you? Indeed, a Jedi trance could protect one from such poisons. In fact, the sedatives may have been intended to keep you unconscious for some time. It would prove lethal to those untrained in such techniques, however. Most curious. And so do you. Perhaps we could discuss it at length later on. Now we have other concerns, among them finding our new enemy. Interessant. I leave you to the explorations of this place. Here I will remain and attempt to center myself. Oké, ik heb nou een aantal keuzes gemaakt in het gesprek en dat leidt mij zeg maar naar de light side van de Force. En dat is ook precies wat ik wil. Je hebt dus de keuze om dark side te gaan. En dat is vaak als je mensen tegenspreekt of heel brutaal bent of gewoon ronduit gemeen en sadistisch. Dan krijg je dark side points en ga je met mensen mee. Ben je vriendelijk en behulpzaam. Dan krijg je light side points. En ja, zoals ik al zei, ik wil graag een karakter maken van de light side. Want dat vind ik leuk om te spelen. Oké, het is wel even een kwestie. Ook even zoeken waar mijn... Ja. Scherm is waar ik dingen kan selecteren.
Nee, oké, dat niet. Oké, zoals je hier ziet heb ik twee mogelijkheden bij die deur gehad. En dat gaan we zo nog een keer zien. Ik kan ze of kapot maken, stuk slaan, of ik kan ze ook openmaken door middel van security skill. Volgens mij ben ik nou vergeten mijn andere wapen te selecteren. Is niet echt nu, van meteen nog een keer. Oké. Ja, zoals eigenlijk bij iedere roleplaying game of rollenspel kun je items vinden door het spel heen die je kunt gebruiken en later ook kunt modificeren. Oké, ik heb nog een ander wapen. Dit is een, hoe is het ding? Een Vibro Blade is dat. En dus, het zal je misschien opvallen, dit is dan wel een Star Wars spel. En je bent in principe ook een Jedi, maar je hebt nog niet direct je lichtzwaard. En dat is ook de charme van het spel, het bouwt er echt naartoe op. Dus het krijgen van een lichtzwaard is echt wel een bijzonder iets in het spel. Maar je begint eigenlijk met helemaal niks en langzamerhand word je door training steeds sterker en steeds machtiger. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dat maakt niet uit. Oké, zoals je hier ziet heb ik nou een teken erbij staan van security, oftewel veiligheid. Maar ik weet zeker dat ik deze deur niet zo kan open krijgen. Dat moet op een andere manier gaan. Oké, hier kan ik het wel proberen. Bij deze deur. Ja, dat is gelukt. Oké, het heeft ook een voordeel om toch security te nemen vrijwel in het begin. Want op het moment als jij een kistje of een kluisje openslaat, heb je kans dat de items die erin zitten, dat die stuk gaan. En daar heb je niet heel erg veel aan. Nou, en dan hebben we hier weer een nieuwe console met een nieuwe log, en die gaan we ook bekijken om te achterhalen of we wat meer kunnen weten van wie je bent en wat je hier doet. Is this thing on? All right, all hands, especially you, Corder. Listen up, because I'm not gonna say this again. The next one of you Juma heads to try and smuggle a blaster, or so help me, any sort of military-grade frag weapons into my facility is gonna take a long walk out the airlock. Why? Because in case you forgot, Paragian fuel explodes at high temperatures. That's what blasted that chunk out of Paragus 2 and created this asteroid field. So if I catch any of you with anything other than sonic charges or mining lasers, I'll burn you and your contract. Security out. Okay, these boos. And according to one of the miners, it was because one of the sonic charges went off prematurely. And like before, it was one set by a mining droid. The three idiots were grouped so close to the charge, it might as well have been a grenade going off. The blast turned their bones to dust. The blast wrecked the internal components of the droid that set the charge, though, so we can't even dissect it to see what happened. I don't like what's going on here. Ever since that Jedi showed up, things are getting worse. It's not just Corda and his miners, or the fights, but now the droids are acting crazy. If we don't find what's causing this, or who, this facility is going to be space dust by the time the next Telos freighter arrives. So, you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay, but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I could just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the commander said we weren't going to sell the Jedi to the Exchange. So I want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off the facility, and stop him. In the meantime, make sure the security's armed with all the ion and sonic charges you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot.
Oké, dus één groep wilde jou verkopen, de andere groep wilde dan niet. Nou, lekker dan. I installed an override switch to shut down any droids on this level, just in case someone locks me out of the administration console. As added insurance, I tied the override switch into the circuit to the holding cell door. It'll make sure it can only be opened if all droids in the level are shut down. I doubt Korda or any of his men have the skill to pull off something like this, but I'm not taking any chances while we're sitting in the middle of this asteroid minefield. Whoever's responsible won't be able to have the droids rescue him after I lock him up. Nothing will cut through that door. He'll be trapped. I secured the stealth field generator inside one of the footlockers. Ja, oké, die hebben we dus net geopend, die locker. Of die dat kluisje. The interface field should be effective against the droid sensors. All I need to do is equip the belt and some skill with stealth in order to use it. As long as I don't get too close to the droids, they shouldn't detect me. If any more droids start malfunctioning, the belt should buy me enough time to get to the override switch I set up in the communications blister console. I'd rather shut them down than destroy them. I want to find out how these droids are being sabotaged. Maybe even turn them against whoever's sabotaging them. Okay, en voor de rest kan ik hier vrij weinig doen. Jij kan kijken naar de camera's. Nou, wie zou dat zijn? Be careful. There is much energy in the room beyond, yet it stems from nothing that lives. Ooh. Can you not sense them? Reach out. Cast aside your sight. Cast aside what you see, and instead, reach out with your perceptions. Ah, you can feel them. The droids you cannot perceive, but the small oscillations of energy, that you can feel, echoing outwards. Ah, you hear it. It is faint, but it is there. Okay, eens even kijken. What's it happening? Is the force you feel. It has not been so long as for you to forget. Hier maakt het niet heel veel uit wat je kiest, trouwens. Listen. Feel it echoing within you. Come. I shall guide you down the familiar paths. You will need it if we are to survive and escape this place. You. Oké, helemaal goed. Oké, dus dit figuur van Kreia, die helpt mij dus om mijn Force Powers weer te ontwikkelen. Dus dat is een belangrijk karakter in het spel. Oké, en zie je, dit is dus de handigheid van het hebben van die veiligheidsvaardigheid. Want dan kun je gewoon iets makkelijker ook deuren en dat soort dingen openen. Zonder dat je heel lang met je zwaard op hoeft te slaan voordat het stuk is. Want het duurt soms echt ellende lang. Oké, ik ben ondertussen weer een level omhoog. Even kijken. Skills, wat kan ik doen? Ik heb 3 punten om te verdelen. Kan ik al meer en persuade doen? Ja, dat kan. Dus die gaat weer een punt omhoog. Even kijken. Computer en ook security. Oké. En ik doe het met name op deze manier omdat je in het begin nog vrijwel alleen bent. Je hebt dus geen andere mensen in je groep zitten die bijvoorbeeld computers kunnen slicen of die deuren kunnen openen. Dus het is handig in het begin toch even te investeren in ieder geval computer use en security. Nou wel, oh, wacht even, ik kan misschien maar nader inzien. Toch beter mijn persuade eraf halen en dat plaatsen in. En dat wil dus niet. Nee, repair laat ik even staan. Oké, want al het gele wat jij nou ziet, dat is iets wat je met één skillpunt
of een skillpunt kunt upgraden. En wat groen is op dit moment, heb je altijd 2 voor nodig. En dat heeft ook te maken met de klasse die je kiest. Oké, maar zo vind ik het prima. Powers, wat gaat hij aangeven? Sundroid vind ik prima. Dat is een force ability of vaardigheid waarmee ik dus robots en dat soort dingen kan uitschakelen. Of in ieder geval tijdelijk kan uitschakelen. Kan stunnen, hoe noem je dat? Ja, stunnen, geen idee. Af en toe is het lastig om die vertaalslag te maken van het Engels naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Engels. Ja, Star Wars is nou in één keer een heel erg Amerikaans iets. Ja, waar wel vertalingen voor zijn, maar die zijn af en toe een beetje raar. Want als je letterlijk zo gaat bekijken, dan is de Force, dat is de kracht. Maar dan heb je een kracht. Dat is ook weer raar om te zeggen. Dus sorry als het af en toe een beetje hak op de tak is van Engels naar Nederlands. Ik ga er wel proberen een vorm in te vinden. Maar voor nu is het even wat het is. Oké, en zoals je ziet, boven mijn hoofd zweeft er een menu. En daar heb ik een aantal opties wat ik kan doen. Zo kan ik dus aanvallen uitvoeren. En ik ga het hier ook laten zien. Hij pauzeert automatisch als je een vijand ziet. En dan heb ik rustige tijd om een aanval te selecteren. Nou, bijvoorbeeld Power Attack. Doe ik eerst en daarna doe ik een flurry en daarna doe ik een critical strike. En hij zal, zoals je ziet, onderin het scherm al die aanvallen achter elkaar gaan uitvoeren. Nou, dat ging niet al te best. Dat dan wel weer. En afhankelijk van hoe je karakter is gebouwd, ligt er ook aan welke aanval wel of niet effectief is. Zoals je zegt, die power attack, dat deed bijna helemaal niks voor mijn karakter. Maar de flurry en de normale aanval dan wel weer. Oké, er is hier nog 1 robot die ik ga uitschakelen. En die is hier zo. Nee, mijn granaten laat ik even wat het is. Die ga ik daar niet voor gebruiken. Oké, goed. Het loont om altijd even na te kijken of de vijanden nog iets hebben laten vallen in de vorm van items of wat ook. En ik denk in dit geval niet. Oké, dan kom ik zo meteen bij het volgende karakter van mijn groep. Daar ga ik nog een gesprek mee voeren en dan ga ik voor deze aflevering ook mee stoppen. Oké. Dat hebben we gedaan. Want het is mijn bedoeling om de afleveringen zo kort als mogelijk te houden. Omdat je best wel informatie krijgt. Wat ik zeg, het is eigenlijk meer verhaal dan wat anders. Helemaal in het begin. Dus vandaar dat ik expres voor kies om ze wat korter te houden. Beyond this door, someone yet lives. Be mindful. His thoughts are difficult to read. But you have nothing to fear from this one, and he might yet prove useful. Okay, interessant. Nice outfit. What, you miners change regulation uniform while I've been in here? En hier is het wel redelijk belangrijk wat je kiest. Nou, we beginnen gewoon eens te vragen: hey, wie ben jij? Atten Rand. Excuse me if I don't shake hands. The field only causes mild electrical burns. Security claimed I violated some trumped-up regulation or another. Take it up with them if you want. But they stopped listening to me shortly before they stopped feeding me. Now that's criminal. You mean before or after that Jedi showed up? Either way, it's a real short story. You see, this Jedi shows up, and you know what that means. Where there's one Jedi, the Republic will soon be crawling up your ion engine in no time. But the story gets better. See, some of the miners get it into their ferrocrete skulls that since the Jedi's unconscious, they can collect the bounty the exchange has posted for live Jedi. Well, what passes for the law here didn't like that idea. So the two groups started fighting. Then there was some big explosion, and then I was sitting here for a long time, waiting for some half-naked miner to show up and ask a bunch of questions. Ja, ik wil eens weten waarom er eigenlijk een bounty om mijn hoofd staat. Don't know much about it.
Maybe the Exchange wants one as a trophy, or somebody's got something against Jedi and is looking to collect. Not many Jedi left. Wouldn't surprise me if the bounty's pretty high. Okay, ik hap. The ones that weren't killed in the Jedi Civil War ended up switching off the lightsabers long ago. Word is there's not even a Jedi Council anymore, but who knows? Yeah, Revan, Malak, and the Jedi that went to join them in the Mandalorian Wars. They turned against the other Jedi and had a scrap that almost laid waste to the galaxy. Where have you been? Oké, ze hebben het hier over het eerste spel KOTOR 1. En daar is inderdaad het verhaal met Revan en Malak. En daar hebben ze het nou dus over. Well, I wasn't there. But like all Sith, Revan and Malak turned on each other. After they turned on the Jedi, of course. Well, that was the story. But whatever happened there must not have lasted. Oh, there was some big civil war on Korriban. Knocked that academy to the ground. Looks like Revan's Grand Crusade finally consumed her. Prima. Revan was een vrouw. Ook helemaal goed. Yeah, well, when she became a Sith Lord, she sure didn't stop. She killed her way across half the galaxy. The males are bad enough. But when a woman falls to the dark side, you better space yourself before they catch you. Look, no offense or anything, but your weird half-naked interrogation isn't my idea. Hey, wait a minute. You're that Jedi the miners were talking about. Where is everybody? The miners can't all be gone. But if they are, look, hey, let me out and I can help you. I can. I've gotten out of trouble countless times. Okay, we gaan eerst even horen wat zijn plan is. This facility isn't a military installation, which means we may have a chance. You shut down the cell security field and I can reroute the emergency system so we can get to the hangars. We grab a ship and then we fly out of here. Nou, ik wil toch even weten of hij iets te maken heeft met die andere patiënten. Huh? What are you talking about? Nee, dus. Oké. So you done interrogating me or are we gonna work together and try to get out of this mess? Ja, ik vertrouw hem wel. Great. Now to business. Let's get to the command console. All right, here we are. Now this console is set on automatic hail. You may have heard it when you came in. The asteroid drift charts are constantly being updated. So it sends out a transmission to incoming vessels so they don't get crushed into space dust. The hail warns them to keep their distance until orbital drift charts are transmitted, and then provides docking instructions to incoming ships, usually freighters. Thing is, you can bounce that same transmission back to the comm here, and suddenly you've got access to the communication system from the inside. Pure pizzack. The console's ours. Now, all we need to do is reactivate the turbo lifts, cancel the emergency lockdown, and hey! This system's been severed from the main hub, after it was locked down from remote. You can't even reroute the system, it's been cut clean. No, someone tried to lock down this whole level tight, and leave us here, trapped. Okay, there's a going all out. I doubt it. All we have is communications back. For all the good trying to shout in a vacuum will do us. Be my guest. Not much else we can do. The comm's all yours. Oké, door mijn keuze in de gesprekken heb ik wel weer lightsaber points bijgekregen. Dat is voor nu goed genoeg. Oké, dan ga ik hem hierbij bij laten. Wat ik zeg, van het is heel veel van deze dialoog, met name in het begin. Dus nogmaals, ik wil de afleveringen zo kort mogelijk houden. Oké, dan was dit deel 1 van waarschijnlijk heel veel delen van Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, of ook wel KOTOR 2 genoemd. Dan zou ik willen zeggen, vond je het leuk om naar te kijken? Geef me een duim omhoog. Vond je niks doen, een dikke duim naar beneden. Vind ik ook prima. Laat een commentaar achter op ons kanaal en abonneer je als je het helemaal tof vindt. Dan zou ik voor nu willen zeggen, dank jullie wel voor het kijken en may the force be with you. Always.